We hebben bij ons aanwezig Antoinette van Niketan, de non-profit in Nederland, die zelf ook een Giving Tuesday-campagne begonnen zijn. En ik zou graag aan Antoinette willen vragen om iets te vertellen over de Giving Tuesday en de campagne van jullie organisatie. Ja, nou, wij hebben daarop inderdaad ingehaakt op de Giving Tuesday met onze actie voor Sinterklaas. Sinterklaasactie Giving Tuesday hebben we gecombineerd. Dit omdat, nou ja, in Nederland alle kinderen straks weer een schoentje gaan zetten als Sinterklaas binnenkomt. Maar de kinderen in Bangladesh eigenlijk ook graag een schoentje zouden willen zetten, maar geen Sinterklaas hebben. Dus onze oproep is aan de Nederlanders, zeg maar, om iets in het schoentje van de kinderen in Bangladesh te doen. En dan gaat het niet om smartphones en computerspelletjes en nou ja, boeken en weet ik wat allemaal nog meer. Maar meer om de dingen die ze hier, onze gehandicapte kinderen hier echt nodig hebben. Zoals loonafels, lesboeken, ja, goede maaltijden. En ja, wij gaan dus op Giving Tuesday. En in de loop van Giving Tuesday, ja, mensen via Facebook, LinkedIn en via Instagram en allerlei dingen oproepen om een donatie in het schoentje te doen. Oké, en ik begreep ook dat jullie daarvoor een speciale hashtag gebruiken. Ja, wij hebben de hashtag Giving Tuesday NL. En wat doet u in mijn schoentje? Oké, dat is een speciale hashtag die wel aanslaat, denk ik, specifiek bij de actie. Ja. Ik begrijp ook nu dat je zelf in Bangladesh aanwezig bent. Wat doe je specifiek op dit moment in Bangladesh voor jullie organisatie? Ja, ik ben inderdaad nu in Bangladesh. Vandaag hebben we, zeg maar, alle materialen geschoten voor Giving Tuesday actie. Dus kindjes met een schoen, zingend Sinterklaas kapoentje, doet u wat in mijn schoentje. Dus we zijn daar nu echt volop mee bezig geweest vandaag. En ja, de rest van de tijd dat ik hier ben, ben ik voornamelijk bezig met ja, video's maken, monitoren van het project, ja, informatie verzamelen voor de jaarverslagen, trainingen geven en examens afnemen van de kinderen die hier het hele jaar ja, zeg maar, gestudeerd hebben in deze speciaal onderwijsklasse. Ja, en kun je daar ook iets over vertellen, specifiek wat Niketan doet met betrekking tot onderwijs? Wij bieden thematisch onderwijs aan kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. En wij werken dus ja, verschillende thema's per jaar. De vier thema's waarin de kinderen nou, bijvoorbeeld leren over voeding of over hun lijf of over groente, fruit. Ja, dat soort dingetjes, allerlei aparte thema's. En aan het eind van elke 3 maanden dat ze, zeg maar, dat gestudeerd hebben. En ook gym daarvan hebben gekregen, en handvaardigheid en muziekles, allemaal behorende bij dat thema. Aan het eind hebben ze dan een klein testje, en dan krijgen de kinderen allemaal een certificaat. Waarmee ja, ze natuurlijk super trots zijn dat ze een certificaat hebben gehaald. En we hebben ook onderwijs voor jongeren met een verstandelijke beperking. En dat is de My Way to Work training, maar ook seksuele voorlichting en ook een training over hoe ga je nou om met geld. We hebben ook een vocational training center waar de jongeren leren hout bewerken. En we hebben een zorgboerderij waar de kinderen leren van hoe zorg je nou voor koeien, hoe zorg je voor geiten. Dus ook hele praktische trainingen waarbij de kinderen en de jongeren later in hun leven ja, profijt van hebben. Oké, ik pak even de website erbij. Daar staat een en ander over de Giving Tuesday actie op. En daar kunnen dus ook mensen specifiek doneren. Als ik naar beneden Ja, scroll, dan zie ik daar de wishlist staan. En wensenlijstje. ja? Ja, wij hebben eigenlijk een Nederlandse site die heet dan Sinterklaasactie. En we hebben de Engelse site Giving Tuesday. Omdat wij ook in Bangladesh proberen deze actie te gaan doen.
Dus de Giving Tuesday actie die gaat zowel in Nederland als in Bangladesh lopen. En vandaar dus dat wij in twee talen een website hebben gemaakt. En het verlanglijstje van de kinderen, de wishlist, is dus, het gaat dus om dingen die zij gewoon eigenlijk nodig hebben om naar school te kunnen gaan. Of om een zo waardig mogelijk leven te hebben hier in Bangladesh. Oké. Hebben jullie ook een specifiek doel met betrekking tot de Giving Tuesday actie? Hebben jullie iets in gedachten wat jullie willen bereiken? Wat we willen bereiken is zoveel mogelijk media-aandacht, maar ook donaties natuurlijk. Dus we hebben dan studenten van de Hogeschool uit Utrecht die voor ons allerlei dingen gaan doen ook. En we willen proberen gewoon zoveel mogelijk media-aandacht te krijgen. En we zijn dus nu ook volop bezig met de making-of. Dus er straks komen de video's online ook van de making-of, de Giving Tuesday actie. En de komende dagen willen we daar steeds meer aandacht aan geven. Dus media-aandacht is eigenlijk onze grootste doel. Oké, nou super. Dankjewel voor het interview. Vandaag gaan we nog meer interviews met andere goede doelen onder de aandacht brengen. Maar willen jullie Niketan ondersteunen, dan raden wij aan om naar de website van Niketan te gaan. En daar specifiek te doneren aan een van de wensenlijstjes die daar op staan. En uw bijdrage zo te doen. Dankjewel Antoinette voor het interview. Graag gedaan.